Afgelopen zaterdag verwelkomden we in de meeste speeltuinen in Kerkrade families voor een dag vol plezier en frisse lucht. Zo ook het speeltuin Stadspark in Kerkrade. Maar te midden van deze viering is er ook een somber bericht. Speeltuin Berenbos zal in het nieuwe seizoen van 2024 niet meer opengaan. Stichting Speeltuinen Kerkrade meldt dat verouderde faciliteiten, een gebrek aan vrijwilligers en financiële problemen hebben bijgedragen aan deze moeilijke beslissing. Zo waarschuwt Jantje Beton dat veel speeltuinen in Nederland binnen 5 jaar kunnen verdwijnen zonder extra steun. Verder onderzoek toont aan dat 1 op de 6 kinderen bijvoorbeeld nooit meer buiten speelt. Vaak door de opkomst van schermen en zorgen over veiligheid. Ja, tablets en zo, spelletjes op de PlayStation. Houdt de kinderen weg? Het houdt ze wel weg, inderdaad. Ja. Dus ja, je moet ze toch een beetje mee. Maar met eieren zoeken en zo vandaag, dat vinden ze wel echt leuk. Dus. Tijdens de opening van de speeltuin Stadspark werd wethouder Joost Lange van de gemeente Kerkrade bezocht door het team van 045 Online, waarbij zijn inzichten werden gevraagd met betrekking tot deze problematiek. Het gaat goed, zoals ik eerlijk hoor. Ja, het gaat goed, maar is het niet minder aan het worden? Heeft u dat idee niet een beetje kijk, als bestuur? Nou, dat denk ik niet. We gaan nog zelf speeltuin in de kerk hoor. Het zegt van steeds plekken en je ziet dat er wel behoefte is. En dat is ook zo voor de ouderen, maar ook voor de opa's en oma's die allemaal metkomen. Ze zien er ook heen nog zitten en nog een kloven. Die genieten ervan. En het seizoen doet van nu een paar chances, want ik ben het zagen daar. Dus de herfstvakantie, oktober is een beetje. Dan gaan ze het zouden weer, dit wordt zo lief. En dan hunkeren ze nog heel jong hen. En ik zie nog dat de speeltuin, ik ga het als een skarkwartje kalt. Dat er toch wel over de speeltuin op het Heetje Hufke, daar hadden er een kleine peuterspeeltuin van gemaakt. Daar stonden ze in de rijen dik om seizoenskaarten te jelden. Zeg het maar. De berenbeus is voorbij. Ja, daar had ik de twee over interview van gegeven van de krant. Ik ga een statement voor die afgeven. De berenbeus voor het probleem van de beheerschap en de vrijwilligers. En samen met de standig hadden ze beslist van de jongens. Zwaar aan je kijken, nog steeds 2 jaar. Het wordt niet meer vol te houden. Dus wat dat betreft is dat wat ik doe er over los wel. We vinden het ook erg. Maar de ligging aan zich, de herontwikkeling al duurt al veel dadelijk. Er komen ook speelplekken, parkingen, nieuwe speeltoestellen. En dan moeten we ons afvragen wie schon dat werd. Voor die keer aan dat gebied die net hier aan kunnen komen, of dan weer hij of naar de Worsen bijvoorbeeld. Volgen de kinderen in anno 2024 minder van andere speeltuin te gaan met het digitale tijdperk? Dat duurt best een rol, het is wel alles zo. Ik ben de sportvereniging aan de last van, de culturele vereniging aan de last van, maar het heeft toch wel een kantering plaatsvinden. Op een gegeven moment, die hebben de kinderen animeren om zich aan te sluiten van een verein. Of dan speelt hun ze joh, ze sporten, bewegen. Want ze zitten vol, kerkrouw ook, hè, op leven en beweging. Het vieverhaal in de interne zaak. Dus vergunt er eigen werk dat kinderen ook in beweging komen. En een speeltuin is puur bewegen. Het is weer zover. We mogen weer. Ja, gezellig, heel blij. Blij dat de speeltuin weer open is. Dat is waar. Ja. En heb je al wat eitjes gevonden? Eentje. Nou, eens kijken. Eentje al. Oké, okay. Ja, want de paashaas die zit naast je. Oh, dat is een heel speciaal ei. Dat is een speciaal ei. Waarom? Dat is de hoofdprijs. Dit is de hoofdprijs? Wow, en wat betekent dat? Wat betekent de hoofdprijs? Weet jij dat al? Weet jij wat dat is? Nee. Nee. De hoofdprijs krijgen ze dadelijk in de kantine een cadeau van de paashaas. Zo, nou, dat is voor jou de dag goed geweest vandaag. Maar kom je vaak in de speeltuin? Kom je vaker hier? Ja. Wat vind je de leukste? Waar ga je het liefste op? Van de glijbaan. De glijbaan.